En dan ga ik over naar de volgende spreker. Spreekster Lieke Kramer uit Zuidoost-Beemster. Als u de grote knop indrukt, gaat uw tijd lopen. Een minuut voordat uw tijd om is waarschuwen. Gaat uw gang. Goedenavond. Ik sta hier omdat ik mij zorgen maak omdat er niet meer gekeken wordt naar leefbaarheid, maar naar kosten en opbrengst en het welbehagen van de burger daarbij wordt vergeten. Maar ik sta hier ook omdat ik enkele reacties voor wil lezen van medeburgers die vanavond niet durven, kunnen of willen inspreken, maar wel hun bezorgdheid hebben geuit op het online reactieformulier van Stichting Vrienden Beuzebos. Wat mij opvalt is dat veel mensen een verwijzing maken naar de Baansteen Noord, zoals hier vanavond ook, waar veel weiland verloren is gegaan voor niets. Voor de duidelijkheid, ik citeer. Het Beuzebos moet blijven omdat ik vind dat, zegt mevrouw of meneer Hietbrink, het heel belangrijk is om bomen te laten staan. Er worden echter steeds meer bomen gekapt in Purmerend. Maar we hebben deze bomen nodig. Voor zuurstof, tegen fijnstof, voor recreatie, voor de vogels, voor ons woongenot. De gemeente Purmerend lijkt niet om bomen te geven. Want ze sneuvelen bij bosjes en nu moet er dus nu kennelijk een heel bos aan geloven. Onder andere, ik citeer, omdat de gemeente Purmerend de financiën niet op orde heeft. Maar daar mag groen nooit de dupe van zijn. Nu alleen naar de financiën kijken is korte termijn denken. Investeren in groen betekent investeren in woongenot en de algehele uitstraling van de stad. De Weide Venne is al niet bepaald een groene wijk. Het openbaar groen is zeer beperkt. De bomenlaan die de wijk graag wilde op de Laan der Continenten is ook al niet doorgegaan wegens de hoge kosten. Echter wordt er dan wel weer geld uitgegeven aan een kunstwerk op een rotonde. Daar waar er dus ook geld uitgegeven voor groen gekozen had kunnen worden. Ik zou eerder bomen willen bepleiten dan minder. Er is al zo weinig en dan moeten er weer bomen gekapt bij de A7. De gemeente zou haar keuzes anders moeten maken. En ik zou zeggen minimaal 1 boom terugplaatsen voor elke boom die gekapt wordt en al is gekapt. Het argument werkgelegenheid is bepaald niet steekhoudend. Van der Valk staat niet bekend om zijn royale salarissen. En het gaat om vooral om ongeschoold werk, waarvan we allemaal weten wie dat straks mogen doen. Tegen een schamel loontje. Scholieren, die als ze 18 zijn alweer te duur zijn. En voor de schoonmaak zal het mij verbazen als er Purmerendes worden aangenomen. Dat zullen eerdere goedkope krachten worden die vanuit Oost-Europa worden aangetrokken. Kortom, Purmerend schiet er niks mee op. Purmerend verliest alleen maar zijn longen. Elke boom is er 1. Pam van der Linden zegt, het Beuzebos moet blijven omdat ik vind dat ik mag ademen. Ik en zo ook de mensheid kan niet bestaan zonder natuur. Als u een rondje om Purmerend loopt, is het duidelijk dat als het Beuzebos gesloopt wordt, er geen natuur meer is aan de westkant van Purmerend. Dat is niet goed voor de bewoners, gelet op emotioneel opzicht en gezondheid. Natuur heeft de mens nodig om te kunnen overleven. Help ons. Rijk worden is geen overlevingsvoorwaarde. Frisse lucht en emotionele gezondheid wel. Helga Vastbinder zegt, het Beuzebos moet blijven omdat ik vind dat Nederland, een van de dichtst bebouwde landen ter wereld, heeft al een groot gebrek aan onaangetaste natuurgebieden in verhouding met het aantal inwoners. Dit gebied, het Beuzebos, ligt bovendien niet ergens in het minder bevolkte oosten des lands, maar in de nabijheid van een grote stad. Gezien er alternatieven mogelijk zijn voor het bouwen van het beoogde hotel, is het mijns inzien niet verantwoord dit bosje op te offeren. Latere generaties zouden zo'n beslissing niet meer begrijpen. U heeft nog 1 minuut. Ja, mevrouw of meneer Konijn. Het Beuzebos moet blijven omdat ik vind dat het belachelijk is om een bos te kappen voor een bedrijventerrein. Er staan al zoveel panden leeg. Verder is er zoveel geluidsoverlast van de A7 dat dit nog een klein beetje dempt. Reactie van buitenzorgtuinen. We moeten in Nederland eens af van het rendementsdenken. Niet alles hoeft geld op te leveren.
De overheid adviseert meer bomen aan te planten met het oog op de klimaatsverandering. Er moet meer verkoeling komen. Maar wat doet Purmerend? Juist bomen kappen. Kortom, conclusie is, we laten het bos niet los. Dat was het. Dank u wel. Kijk even of er vragen nu zijn. Ik zie geen vragen, dank u wel.